had heel veel zin, ben ik wakker geworden. En iedereen had er wel zin in. Ik werd wakker en ik dacht gelijk aan die wedstrijd van nee, het is zover, het is matchday. Ja, dan sta je op, ga je lekker je normale ritme opvolgen. Douchen, eten, ontbijten, goed alles geregeld. En dan kom je op de club, kom je bij elkaar, heb je het erover van jongens, het is zover, we mogen eindelijk. Ik heb de jongens lang niet gezien, een beetje bijpraten, maar af en toe hadden we het wel over de wedstrijd. Vandaag is natuurlijk iets nieuws, een nieuwe competitie. Feyenoord wist niet wat we konden verwachten helemaal. Natuurlijk, je verwacht wel iets, maar ja, we wisten het niet precies. Ik help de jongens ook graag. Ik zit bij het eerste, dus ik wil ze ook graag wat meegeven. En dat wil ik ook gewoon altijd doen. Het zijn gewoon ook gewoon mijn teamgenoten die ik lang niet heb gezien. En ik vond het wel leuk om weer bij de jongens te zijn. We weten dat we een goed team hebben, dat we kunnen voetballen. En dat we het iedereen gewoon lastig kunnen maken. We wisten niet zoveel van hun. Misschien ja, alleen de naam natuurlijk, Manchester City. We weten dat ze veel spelers kopen. Maar we gingen ook het veld in van oké, jongens, wij zijn Feyenoord. En, we zijn voor niemand bang. Dus ik kijk de jongens aan, mijn teamgenoten. Ik zeg van boys, kom op. We hebben helemaal niks te verliezen tegen hun. Schroom eraf en we gaan er gewoon voor. Alles geven en ja, gewoon spelen alsof gewoon spelen zoals je elke wedstrijd speelt. Gewoon met veel vertrouwen en ja, voor de winst gaan. Het is wel Manchester City, maar het zijn wel onze leeftijdgenoten. En, alleen zij spelen in Engeland en wij in Nederland. Dus we zijn voor niemand bang. En in de wedstrijd zie je zelf ook dat je eigenlijk niet minder bent dan dat zij zijn. Wel misschien wat spanning, nou, pep je elkaar op van jongens, gooi het van je af, wij zijn Feyenoord, niemand kan ons wat maken. Dat idee moet je ook het veld op gaan. Ik vind het altijd lekker om te spelen. En ja, dit is voor mij ook goed. Hier kan ik me ook ontwikkelen. Dit zijn de wedstrijden die ik graag wil spelen. Manchester City is geen, ja, is een ploeg waar iedereen tegen wil spelen. Nou, de kop is eraf en het is gewoon een hele mooie competitie. Ja, ik moet zeggen, ik vond het echt leuk. Ja.